Hier bij de Goese Sas komt het havenkanaal van Goes uit in de Oosterschelde. Sas betekent namelijk sluis. En die steen daar is een restant van de oude sluis die hier heeft gelegen. Maar het is ook een monument voor een hele grote Zeeuwse held, namelijk Frans Narebout. Ja, Narebout is in Zeeland toch wel de nummer twee wat betreft held die er geweest is. Natuurlijk nummer één is Michiel de Ruyter. Maar hij mag met zijn verdiensten toch wel in de schaduw van de Ruyter staan als nummer twee. En wat maakt hem nou zo'n grote held? Nou, hij heeft, aan het eind van de 18e eeuw heeft hij een paar keer opvarenden van schepen gered die reddeloos verloren waren. En met zijn bemanning heeft hij het bijna onmogelijk gepresteerd om daar bijna de hele bemanningen van die schepen in veiligheid te brengen. En één daarvan, één redding, is heel bekend volgens mij, toch? Ja, klopt. Dat is de redding van bijna 90 opvarenden van het schip de Woestduin. Een VOC-schip en dat zat buiten de kust van Walcheren reddeloos verloren op een bank. En met zware storm is hij daar naartoe gevaren met zijn eigen vissersboot. En heeft hij dus contact kunnen maken met het schip en heeft hij dus dat aantal van mensen kunnen redden en veilig aan de wal in Vlissingen kunnen brengen. En was hij al een held bij leven? Dat was hij zeker, ja. Want heel kort na die redding van die Woestduin in 1779 zijn er gravures gemaakt, een soort van nieuwsprenten. Met zeg maar, de voortgang van de redding van alle opvarenden van dat schip. En dat was een succesnummer tot en met. Want hij heeft natuurlijk alles wat een Zeeuwse held moet hebben. Hij is bescheiden, hij is godvruchtig. Ja, hij is gewoon het toonbeeld van hoe een Zeeuw denkt dat een Zeeuw moet zijn. Ja, deze steen is eigenlijk een oud restant van de sluis hier. En Narebout heeft hier zijn laatste dagen versleten op deze plek. Ja, Narebout die komt uit Walcheren naar Goes toe en die gaat een baantje krijgen als bediener van een kustlicht. Hij zou ook bediener worden van de sluis. Hij zou sluismeester worden in de nieuwe sluis van het nieuwe kanaal. Maar die sluis die was gebouwd op los zand en die functioneerde zeker 10 jaar niet. Moest opnieuw worden gemaakt. En Narebout heeft niet meer meegemaakt dat die sluis nog door hem bediend kon worden en dat hij daar nog de havenmeester werd. En in 2005 is deze steen geplaatst door de stichting Stichtlicht met een fragment uit het Zeeuwse volkslied. De tekst die over Narebout gaat, dat immer hoog in ere houdt en onverschrokken Narebout.